Welkom, beste Facebook- en podcastvrienden. We verwachten een hoop volk in deze uitzending om het te hebben over onze transfers Anno Luciano. Welkom bij De Vierkante Paal. Het is nummer 60 en het is meteen ook een speciaal. Welkom ook aan alle deelnemers. Bob, Dylan, Hans, Frederik Benson en Vincent. Welkom allemaal. Dank u. Dank u. We hebben er een beetje zin in. Hans, hoe zit het bij u met de goesting? Ik heb goesting, jongens. Ik heb er heel veel zin in. De transfer deadline day was superplezant, dus ik hoop dat we er vandaag ook iets leuks van kunnen maken. Hè. Ja, wel voor een verbreking van het vorige record. Dat was 3 uur. Dus we weten wat ons te doen staat. Voor wie is het de eerste keer Facebook Live? Ik denk voor mij. Want Vincent, voor u is het ook... De eerste keer. Ja, ik heb vorige keer heel kort even een stuk gekeken, want ik moest werken en op toilet en ik merkte meteen hoe verslavend dat was. Ik weet niet meer wat, maar Hans had een goed verhaal. En ik wou eigenlijk echt niet terug gaan werken. En ik had liever graag meer live ingestapt van op het toilet, maar er zijn nog altijd grenzen op Facebook. Jij werken op het toilet? Ik ging het net vragen. Is dat werken op het toilet of heb je gekeken op het toilet? Nee, tijdens het werken moest ik op het toilet en zette ik mijn Facebook op. En ik het schon niet veel of ik had op join geklikt, bij wijze van spreken, maar dan toch niet. Mooi. Voor we misschien beginnen aan de transfer special, zijn er ook nog wel een paar actua-thema's. Nu dat toch vierkante paal is, kunnen we het er maar even goed over hebben. Kunnen we een donderdag nog iets hebben, hè? Gewoon even kort. De belofteploegen in 1B, daar is een voorstel voor gelanceerd. Dat er dus 7 à 8 ploegen zouden deelnemen in 1B. Ik kijk naar Bob. Wat denk jij daarover? Is dat een goed idee om naast Club Brugge ook Anderlecht, Genk, Antwerpen wordt ook genoemd, om die allemaal toe te voegen aan die competitie? Enerzijds denk ik... Je zou denken van wel, omdat die dan toch in een soort hogere competitie spelen waar dat ze normaal gezien in spelen. Hè, tegen een aantal profploegen, zoals dan Westerlo en helpt is, wie zit er nog allemaal, RWDM. Maar ik weet ook niet of dat de next ploeg van Brugge het zo geweldig goed heeft gedaan. Ik denk niet dat die dit seizoen al gewonnen hebben. Of verplaatsing niet. Ja, dus is dat dan beter om heel het seizoen op je doos te krijgen? Ik weet dat niet. Wat ik daar heel raar aan vind, is, je kunt, volgens mij kan de club next ook niet zakken. Dus is dat zo'n soort sportief dood element in die reeks? Je kunt er eigenlijk alleen maar punten tegen verliezen. Want als je zelf er niet uit wilt. En ja, als natuurlijk de helft van je reeks zo'n soort dood element wordt, dan is je klassement echt iets super raar. Dan kun je bij wijze van spreken vierde staan en toch in de gevarenzone. En het hele idee van een competitie schiet dan een beetje voorbij, eigenlijk. Is dat ook niet vrij hoog, 1B? Voor de belofte? Zou dat niet beter de eerste amateurliga zijn? Want als je nu kijkt naar Club Next, dat dan toch een van de betere, zo niet de beste jeugdploegen van het land zou moeten zijn. En die bengelen helemaal onderaan. Denk ik dat het misschien wel interessanter is dat dat in eerste amateurliga is. Ik denk dat er geen één reeks goed voor is. Je moet mannenvoetbal en jongensvoetbal gescheiden houden. Hè? De enige reden waarvoor dat goed zou zijn dat we zo met de B-ploeg nog eens een viertoon kunnen. Dat zou de enige reden zijn waarvoor ik het kan toejagen. Maar voor de rest moeten ze gewoon stoppen met die 7. Hè? Als je dan zo kunt kiezen, een uitmatch van een Antwerp op, laat ons nu zeggen, Waasland-Beveren tot nader order, of zo naar Virton met de B-ploeg. Wat kies je dan? Virton, hè? Waar? Dat is eigenlijk een slapen. Dat is nou wel een slecht voorbeeld, hè. Een Beveren, daar zitten direct. Oké, wat hadden we nog? Genk. Ja, Genk is al een topper, dus daar kunnen we nog van zeggen. Oké, gemengde gevoelens over de belofteploegen, maar jullie mogen er de rest van de week over verder gaan. Ook nog wel een leuke recent van deze week. Union is kampioen in 1B. Dat werd op veel gejuich onthaald. De mensen kunnen het nu ook zien, dus dat is ook voor mij even aanpassen, Hans, bij de handjes in de lucht. Ja. Jij bent fan. Ik kom geen in het park. Ik vind een geweldige club Union. Die hebben ook waanzinnig veel respect voor de Antwerp. Als ik op Union kom en ze hebben door dat je van de Antwerp komt,
Dan worden er direct als een koning behandeld. Dus ik heb ook... ik zit juist naast het bezoekersvak, zoals de meesten ondertussen al wel weten. En er is ook geen één ploeg dat zo respectvol naar de Bosuil komt als Union. Dat is echt fenomenaal. Na de match geven die een applaus voor tribune 2. Dat is niet zo... Allee, Lommel komt zelfs het dagen. Hè. Dat gaat er los over. Hè. En Union, die komen met respect. Oké. Okay. Heeft er nog iemand goede bedenkingen of herinneringen aan Union misschien? Ja, ik heb in Brussel gestudeerd en ik ging toen wel regelmatig. Toen zat hij nog in derde. En ik heb, die hadden altijd match op zondagmiddag. En die staantribune daar staat daar heel schoon in het park in zonnetje. Dus ik ben daar best regelmatig naar gaan kijken. Eigenlijk. Dat was de max. En ik heb ook heel even als sportjournalist gewerkt bij TV Brussel. En dan moest ik die volgen. En op een bepaald moment konden die promoveren van derde naar tweede. En dan moesten die gewoon in de finale, denk ik, winnen van Patro Maasmechelen. En de terugmatch was in Maasmechelen, dus helemaal van ginter met mijn cameraman. Ik ben daar geïnstalleerd in wat echt wel heel duidelijk het amateurvoetbal was. En dan ineens kwamen de mannen van Union eraan en er stonden mensen recht op de rijdende bus. En dat heb ik tot nu toe niet zo heel vaak gezien met de kampioenenviering wel, maar waarom? Supporters die uit dat bovenste ding met hun Bengals kwamen ze daartoe en ze gingen het toch wel even gaan fixen. Dat is dan helaas niet gelukt. Maasmechelen is daar gepromoveerd, maar ik denk dat iedereen die daar was, als neutrale kijker, eenmaal verliefd is geworden op Union die een dag. Ja. Dus ik ben heel blij dat die terug zijn. Top gasten. Oké. Ik heb daar een volse ethische bedenking liever, want heel de voetbalwereld is rot. Maar ik heb er wel een probleem mee dat de eigenaar, Bloem, dat een eigenaar is van, ik weet nu niet meer welke, gokinstantie. En ik vind dat een beetje pervers dat het geld van een gokbedrijf, zowel bij Brighton als bij Union, zo hoog zit eigenlijk. Is het niet zo dat hij zijn geld heeft verdiend met het gokken? Ik dacht dat het zo zat. Ja, maar hij heeft nu toch ook een gokbedrijf, hè? Oh, dat zou kunnen. Het was een pokerspeler, denk dat dat is. Dat jij bedoelt, ja. Ik dacht dat speelde poker. Ik dacht dat hij wel ook... dat er wel zo aan een goksfeertje rondging. Dus dan zeg ik niks. Dan moet ik uit mijn mond houden. Dus als Frederik, als jij dat kunt monitoren, dat er nu al rode tomaten op mijn kop worden gegooid, dan incasseer ik die graag. Ik heb mijn hapreacties. Oké, dan gaan we rap naar, naar de uitzending, maar voordat we er eigenlijk zitten. Hè, dat is... de transfer special, daar zijn al heel veel vragen over gekomen doorheen de Actua-uitzendingen, toen we het over de wedstrijden zelf hebben gehad. Dus in een voetballuwe periode is dat het moment om dat eens ter sprake te brengen. We hebben ons ook voorbereid. Ik heb dat gedaan en ik ga een aantal dingen ook aanreiken. Maar zo, Dylan, jij lacht al zo op het eerste gedacht, het eerste gevoel, hoe kijk je naar onze transfers de voorbije 4 jaar sinds dat we in eerste klasse zitten? Oh, ik merk wel dat er vrij veel negativiteit is rond onze transfers, maar ik snap eigenlijk niet zo goed waarom. Het kan uiteraard altijd beter. Maar als je kijkt op 4 jaar tijd waar dat we nu staan, en ik kan al meteen de grote dooddoener er bovenop gooien, we staan tweede. Na 4 jaar tijd eerste. We hebben Europees gespeeld. Twee keer al. Ene keer is dat jammer genoeg net niet gelukt. Er zijn een paar foliekjes misgelopen, maar er zijn een paar andere die wel magistraal goed zijn geweest. En ik denk als grootste voorbeeld is dat als je een Refailov en een Mbokani kunt halen, terwijl dat je eigenlijk nog niks hebt bewezen in eerste klasse, ja, dan heb je dat gewoon goed gedaan en dan heb je een goed team uitgebouwd. Het is nu wel natuurlijk zaak om daar ook winst op te maken. En dat is dan mijn grootste kritiek erop, dat we onze spelers die dat het wel goed doen en die misschien een meerwaarde kunnen hebben, dat we die gratis laten gaan, zoals de Jukler het. Maar ik denk dat je voor de rest, als je alle positieve en negatieve punten bij elkaar telt, dat je dan toch direct bij een 7 of een 8 op 10 uitkomt. En dat is gewoon goed. Als je met een 8 op 10 of zelfs met een 7 op 10 thuis kwam, ja, dan kreeg je een applaus, hè. Applaus. Ik zie ons moeder er al staan. Maar dat gaat goed zijn, ja, dat wel. Bob, de Dylan is al meteen met bloemjes aan het gooien. Komen nu de potten erachter of zijn jij min of meer akkoord met wat Dylan zegt?
Ja, min of meer akkoord. Het is zo'n beetje het parcours van de Ronde van Frankrijk. Zo een hoop pieken en een hoop vlak parcours. Zo, ik vind dat wij een paar inderdaad, een Bocani, eigenlijk een Buddha. Misschien dit seizoen wat minder, maar hij deed toch ook al ons veel plezier bezorgd. Maar dan zijn er natuurlijk ook spelers, gelijk de Pieter Wappa en hoe heette die, een gigantische beer van de verdediger? Sal. Ja. Mustafa. Daar had ik schrik van. jongen, die was... Die zijn benen, dat was... Maar, dus ja, je hebt ook dat soort spelers. Oké, dat zullen we altijd hebben in transferperiodes, dat soort spelers ook doorkomen. Maar ik denk niet dat ik met Bloem potten ga smijten. Ik denk dat ik voorlopig ook bij Bloemetjes ga houden. Dus er zijn al twee belangrijke namen gevallen natuurlijk. Mbokani en Failov, dat zijn de exponenten van de voorbije jaren. Hè. Dat zijn de mannen die ons naar een hoger niveau hebben gebracht. Hans, wanneer is voor u een transfer geslaagd? In het algemeen. Dat is een moeilijke, hè? Want je hebt verschillende soorten transfers. Hè? Ik denk als we het rendement halen dat we verwachten, ik denk ook dat je dat tijd moet geven. Zien er een Onglas, zien er een Sek. Dus... Alleen op basis van hun eerste seizoen zouden dat mislukte transfers kunnen noemen. En ondertussen noemen dat geslaagde transfers. Dat is ook een heel subjectief gegeven natuurlijk. Voor iedereen is dat anders. Hè. Dus wanneer is een transfer voor hem geslaagd? Als uw spits minstens 15 potten maakt en als uw keeper alle ballen pakt, dan is dat al geslaagd. En ja, die ertussen die moeten maar hun best doen, zeker. Hè. Dan hebben Avenatti en Bijravant nog wat werk, zegt. Ja, daar komen we misschien nog toe, maar die hebben nog wel wat werk. Wat ik ook wel interessant vond, wat in het antwoord van Dylan zat, dat gaat over... het zijn de grote namen, en Mbokani, Refailov, die uiteraard zijn opgevallen. Obiolari heeft ook nog bij ons gespeeld. Maar dat zijn wel mannen die kennen we allemaal. Dat zijn grote namen waar we ervaring mee hebben. Dus die komen uit het adresboekje van Luciano D'Onofrio. En dat is sinds 2017 niet alleen de vicevoorzitter van Antwerp, maar ook sportief directeur. Alle sportieve beslissingen die liggen ook bij hem. Vincent, zijn we te afhankelijk van D'Onofrio? Te afhankelijk? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hè? Omdat als hij dat goed doet, is dat niet erg. En op het moment dat het niet goed gaat, is dat natuurlijk een groot probleem. Als je afhankelijk bent van iemand. Dus of dat dan te afhankelijk is... Ik weet ook niet of het beter is als er 5, 6 mensen elke keer aan bras maken over eventuele sportieve beslissingen. Een speler, een coach, weet ik veel wat. Want dan krijg je compromisdingen. En naar hoe dat ik het begrepen heb... was Leko zo iemand? De ene was daar wel content met, de andere niet. En dan krijgen ze soms toestanden van ja, bon, iedereen moet zich ook goed voelen. Dus ik weet niet of het erg is dat wij zo aan een despoot daar hebben rondlopen. Zolang die een despoot het goed doet, natuurlijk. Ja. D'Onofrio staat vooral bekend eigenlijk om zijn adresboekje. Waar ik een beetje ook naartoe wilde, is ja, de spelers die wij hebben aangetrokken. In hoeverre zijn die gescout? Ik zal er gewoon in ons eerste jaar, eerste klasse, eens een paar namen tegenaan gooien. Roberto Núñez. Ja, de topper van Atletico Madrid, hè? Ja, inderdaad. Ik denk dat dat... 15 golen, denk ik. Sorry, Bob? Juist geen 15 golen, denk ik. Het goede daaraan is dat we die volgens de encyclopedie voor transfers, transfermarkt, dat we daar geen rotte bal voor betaald hebben. Dat we daar dus ook niks aan verloren hebben. Maar ik vraag me dan af, bij zo'n kerel, komt wat uit de zuiderste landen, dat is toch ook via-via? Of hebben wij echt een scout naar daar gestuurd op aangeven van D'Onofrio? Gaat hij niet zo'n paar matchen bekijken? Dat gaan een goeie zijn. We gaan die gratis binnenhalen. Wordt dat niks, dan is dat niet erg. Maar ja, op basis van wat gaan wij Roberto Núñez of zijn wij die gaan halen? Ja, maar je moet ook wel even denken, de situatie van Antwerpen op dat moment.
dat is een ploeg nog altijd in volle opbouw. En ja, je hebt dan nog niet meteen een gigantisch groot scoutingsapparaat. Dus daar kun je nog niet op terugvallen, zeker niet ja, internationaal. Dus als je dan goede contacten hebt met wat makelaars, ja, waarom dan niet? Zeker als je er geen grote sommen aan betaalt, dan kan het toch alleen maar meevallen, denk ik. Scouting is uiteraard zeer belangrijk, maar ook wel zeer duur. En zeker die eerste jaren moet je gewoon hopen op wat geluksjes, denk ik. Ja, we gaan er misschien al eens direct een ferm cijfer tegenaan gooien. Ik denk dat ik het misschien ook al wel eens in mijn voorbereiding gedeeld heb, maar hoeveel geld hebben wij de voorbije 4 jaar dan geïnvesteerd aan inkomende transfers? Hebben jullie daar een idee van? 16 miljoen. Ja, dat is zeer adequaat. Voor een halve is het mis geworden vandaag. Nee, maar dat is wel een hoop geld. En hebben jullie er dan een idee van hoeveel geld dat daar tegenover staat? Aan inkomende transfers. Bob, ja. Wat denk jij? Of Vincent, pak dan maar. Nee, wat dat ging zeggen is, geld er tegenover staat. We kwamen van nul, hè. Er schiet buiten naar Roen niks over, hè. Dus deel daarvan is ook investeren, maar ja, er is niet veel teruggekomen. Hè? 1 miljoen, 1,5 miljoen, weet ik het. Niet veel. Maar meer zijn, hè? Ik weet het niet. Pakt. Ik denk, tussen de 5 en de 10 miljoen. Ik zou een 4 à 5 miljoen denken. Ja, en dat is natuurlijk een beetje de openheid die er heerste. Wat ik heb opgeschreven is 1 miljoen. En ik zal u vertellen. Ik zal u gelijk vertellen waar die onder andere vandaan komen. Ja, ik ben wel benieuwd naar die cijfers. Ja, Omelo, die hebben wij verkocht aan Cercle Brugge voor 200.000 euro. Die hadden we al, eigenlijk. Dat was iemand uit ons eerste, die vertrokken is in ons eerste jaar. Dat was een van onze enige uitgaande transfer waar geld mee gemoeid was, of dat geweten is. In jaar 2 is dat Reda Jadi naar... Hans, ik denk dat je CNI nog eens vergeten. In de winterstop van dat eerste seizoen. Ja, wel. En dat zijn natuurlijk de moeilijkheden, want daar zijn geen officiële cijfers over. En CNI heb ik gevonden dat het jaar nadien was. Naar Al Jazeera. Maar daar staat geen bedrag tegenover. Dus dan zei dat jij hier nu met nieuwe info komt. Hans, kun je even met Sven Jaak bellen ondertussen? Dat is goed. Ik had begrepen dat... Allee, altijd zonder cijfers storen, maar dat CNI en Hermans onze duurst uitgaande transfers waren. Hmm. Dus ja, dat is natuurlijk misschien met een korrel zout te nemen, dat miljoen. Maar ik denk ook niet dat we... Ja, we gaan ook niet aan 10 miljoen komen. Hoeveel heeft Hermans gekost voor Mechelen? Ongeveer. 400.000 euro, blijkbaar. Maar is dat met bonussen, is dat met andere constructies, dat weten we niet. Dus ik dacht dat Hans een bedrag van 800.000 euro in zijn hoofd had. Oké, dat is overbouwen. Ja, het komt misschien van het bedrag dat we totaal geïncasseerd hebben in het seizoen 19-20 voor de andere speler die we voor hetzelfde bedrag verkocht hebben. Een Portugees, linkse voet. Simão. Ja, naar AEK Athene. Dus dat is ook dat is samen met Hermans onze duurste uitgaande transfer sinds D'Onofrio. En ik denk dat Karel Danen naar Trabzonspor, dat zal ruim 1 miljoen geweest zijn, denk ik. Ik denk dat het nader wordt. Zouden voor CNI ook niet meer hebben gekregen dan 800.000 euro? Want het heeft wel maar een half jaar gevoetbald bij ons. Hè? Gigantisch goed, trouwens. We vergeten die bijna, maar die was echt wel heel goed de half jaar. Maar dat zou dan toch wel meer geweest zijn, want waarom zou hij anders na een half jaar weggaan? Misschien wel naïef, want in voetbal gebeuren altijd zeer rare dingen. Maar ik mag toch hopen dat hij toch ook wel een aardige som heeft opgeleverd. Ja, maar ja, dat zijn natuurlijk de dingen die we niet kennen. Ik heb mijn werk proberen te doen, door zo'n dingen op te zoeken, maar in de boekhouding van de Bosuil, daar ben ik niet geraakt. Maar wat ik was nog vergeten te zeggen... Jadi, hoeveel hebben we aan hem verdiend? We hebben er iets voor gekregen. Ja, dat hebben we... Daar hebben we Fellaini aan verdiend in de toekomst. Effectief, ja, die liep toen meer rond op de Bosuil. Nee, dat was voor het Roemeense Dynamo. Die hebben 50.000 euro betaald voor Reda Jadi. Maar daar geloof ik niks van, hè, want het is een failliet.
Daar zullen we niet veel geld van gezien. Zullen die laatste centen geweest zijn dan? Die dat samen besteed hebben. Sorry? Waar speelt hij nu, Shadi? Dat weet ik niet. Nergens. Dat heb ik niet mee opgezocht. Nee, die speelt ergens in Marokko, denk ik. Ja, ik dacht dat Casablanca, dacht ik, maar ik ben niet... Ik ben bezig, jongens. Oké, Hans zoekt verderop. En dan hebben we Simao en Hermans. Fus de Rabat. Rabat. Ja, kijk, je moet het maar weten. Hè. En dan eigenlijk het triestigste seizoen was eigenlijk was afgelopen transferzomer, want dan hebben we zomaar even 0 euro verdiend aan inkomende transfers. En er is uitgaande transfers, ja. En daar is één onbekende factor, en dat is Yegor Nazarina naar Zorya Lugansk in Oekraïne. Vond ik jammer. Ik vond dat een speler met potentieel op termijn, maar ik ben daar heel erg alleen, heb ik al gemerkt. Ik was er ook groot fan van. En een centrale middenvelder hadden we altijd nog kunnen gebruiken, dus... Ja. Ik vind het jammer dat hij weg is. Hey, die speelt altijd vooruit. Ja, in één tijd? In één tijd altijd vooruit. En ja, ik zie dat graag. Dat is een gast met heel veel potentieel. En ik vond dat spijtig dat hij wegging. Maar, ik ook, want ik had zo... Je hebt zo in Oekraïne, roepen ze allemaal Slava Oekraïne. Heroïm Slava. Dat is zo een of andere nationalistische leuze. Maar ik deed dat ook altijd als ik Nazarina tegenkwam. En die verschoot altijd heel hard als er iemand Slava Oekraïne riep. Maar dan reageerde hem toch altijd. Die doet dat daar ook redelijk goed, dacht ik. Ik denk dat hij redelijk wat goals maakt. En, zot. Frederik, ik kijk even naar jou. Zijn er ondertussen vragen, opmerkingen, bedenkingen binnengekomen? Ja, die we kunnen behandelen. De virus wordt genoemd als de beste inkomende transfer. Alsjeblieft. Ah, zie je. Dank je. Door Tom Aerts. Ah ja, oké. Okay. Dat is mijn neef. Ik heb wel wat vragen binnengekregen. Michael Huismans vraagt wat de ploeg niet verzwakt is ten opzichte van vorig seizoen. Voor wie het eventueel zou nodig hebben, een aantal uitgaande transfers? Of kunnen jullie er nog wel aan... Zit jij nu de Frederik aan het negeren? Of? Nee, ik ben aan het inpikken op wat hij zegt. We zijn verzwakt ten opzichte van vorig jaar. Dat was mij niet duidelijk. Ik dacht dat hij gewoon keihard wordt aan het negeren. Nee. Onder zo'n blonde mesje heeft hem niks meer te zeggen, Fred. Sorry, mijn credibility in de voetbalwereld is weg. Ja, dan Hans heeft iedereen daar attent op gemaakt. Dus, nee, qua uitgaande transfers waren het onder andere Arslanagic, Miralas, die voor een baklava in Turkije is gaan voetballen, Lathouwers, Steunkens, Bolat, Opare, Amara Baby, Rodriguez, Nazarina, Pius in het tussenseizoen. Ik denk wel dat we minder goed staan dan vorig jaar. Omdat we van achter toch verzwakt zijn. Met Hoed, Bob, kijk even naar jou. Ik zie jou altijd glunderen als die naam valt. Ik word nu al warm van binnen. Ik was ook grote Dino-fan. Omdat die toch altijd wel secuur was, niet naar het uitvoetballen. En dan kun je discussiëren, was die dan wel goed voor een driemansverdediging? En weet ik allemaal wat. Ik vond hem wel een goede verdediger. En iemand die dat we... altijd nog hadden kunnen gebruiken dit seizoen. We hebben ook geen flankspelers meer. Hè? Of je moet Ampoma erbij rekenen, die dat er toch niet helemaal is doorgekomen. Want daar kunnen we het misschien later nog over hebben. Dus ik vind wel dat we minder opties hebben dan vorig jaar, precies. Dus ik vind wel dat we zwakker zijn. Oké, we staan wel tweede, maar dat is ook wel omdat gevoelsmatig de andere ploegen ook niet top zijn. Ik had vorig jaar meer het gevoel dat er een blok stond en ik ging met een geruster gevoel naar Den Bosch aan. Nu ga ik niet naar Den Bosch aan, dat is nog iets anders. Maar ik had er altijd wat meer vertrouwen in. Misschien omdat ik vorig jaar ook altijd op de 2 zat en alle pinten had gedronken en nu zenuwachtig nuchter voor een tv zit. Dat is mijn gevoel. Ja, nogthans van de lijst die je opzomde ben, heb ik bij de enige naam waar ik van dacht, ja, die missen we, dat is Bolat. Wacht, waar zit nu? Ja, het is wat Dylan zegt. Dat is een hele goede verdediger, maar uitvoetballend vind ik die niet beter dan Sek. Dan heb ik minstens even graag Sek daar nu staan. Dus ik vind niet dat Dino daar een gemis is, zoals Bolat dat wel is in doel. Maar ik kan dat ook wel zo bekijken. We gaan Le Marchand huren uit Fulham, waar we
de eerste weken lyrisch over waren en toen kwam Rangers. Ja, moeten we dan achteraf gezien spelers als Aslanagic laten vertrekken, gratis, en geen opslag geven, maar dan wel in de winter een speler als Le Marchand gaan huren uit Fulham? Ja, hoe schat je dat dan in, dat we zo'n keuzes maken? We weten natuurlijk niet wat er gebeurd is binnenskamers met een transfer van Dino. Wat is daar gezegd? Wat is daar gebeurd? Misschien hebben ze hem een envelop extra willen geven dat hij sowieso zijn zinnen staan op een transfer naar Gent. Wat ik ergens misschien nog wel durf te begrijpen, maar Gent was toch... Omdat er een plezante bank is om warm te houden. Ja, nee, maar ik wil zeggen, dat is wel, dat was vorig jaar toch een topploeg en dat is er dit jaar echt niet uitgekomen. Dus dat is kak voor hem dat hij daar nu speelt. Maar ja, dat wij zo van die mannen gelijk Le Marchand moeten gaan halen om te depaneren, dat is natuurlijk niet goed, want die komen daar letterlijk zonder speelminuten of amper speelminuten. Komen die in een competitie die ze niet kennen, in een ploeg dat ze niet kennen. Met toch een hoop verwachtingen, want die komt toch van het grotere Fulham, ja, van de Premier League. Dus dat is niet ideaal. Ja, idealiter heb je zo een tweede sec, hè. Zo is er natuurlijk maar één. Maar zo'n speler die je bij je hebt rondlopen, die ineens ontbolstert en die ineens een smaakmaker in de competitie blijkt te zijn. Maar dat is wel, denk ik, een puntje voor volgend jaar. Het zal ervan afhangen wie dat er volgend jaar coach is en hoe dat de trainer dan de ploeg zal zetten. Gaan we toch terug naar 4, blijven we met 3. Dus dat is wel een werkpuntje inderdaad naar volgend jaar. Ja, zo'n eigenlijk Le Marchand, was dat niet de bedoeling dat hetzelfde ging creëren als Hoed? Dat je eigenlijk iemand haalt die je financieel niet kunt kopen, die eigenlijk boven je niveau zit om de boel te verbeteren. In de situatie waar we zitten, hè, we zijn nog altijd in volle opbouw, ons scoutingsapparaat staat ook nog niet 1000% op punt. Ja, moet je soms ook gewoon durven zeggen van, en we gaan er nu een topper net boven ons niveau bijduwen. En als we die dan moeten gaan huren, ja, dan is dat maar zo. En bij Hoed is dat heel goed meegevallen. En ja, nu bij Le Marchand zijn we er nog niet uit. Ik zie dat toch niet graag, van die huurspelers zonder aankoopoptie. Omdat je kunt dan wel depaneren, maar dan heb ik liever dat je toch met een idee erachter zit en daar dan uithandelt. Dan gewoon proberen een extra stap te zetten, dan denk ik liever rustig aan groeien en dan wachten tot dat je wel zulke spelers kunt halen. Gaat het niet om de combo van de twee, dat je inderdaad aan je ploeg bouwt en dan nog een extra injectie geeft als er zo'n opportuniteit ook past? Ik denk als je een Mbokani kunt halen en Refailov kunt halen, dan kun je ook wel een degelijke centrale verdediger halen waar dat je misschien later nog iets voor kunt krijgen. Bij een huurspeler weet je gewoon, je gaat er niks voor krijgen. En nu Le Marchand, ik kan misschien ook iemand anders noemen, maar dat is nu het gemakkelijke voorbeeld. Die is hier een half jaar, die heeft al keilang niet gespeeld. Dat is wel een risico dat je neemt. Of dat hij nu gigantisch goed is of niet, die heeft wel wat wedstrijden nodig om erin te komen. En tegen dat hem er helemaal staat, moet je hem al terug afgeven. En dat vind ik altijd zo jammer. Maar het zit ook iets door corona, deels in een andere economische realiteit. Dat zie je toch op internationaal vlak ook, dat er veel meer gehuurd wordt, zelfs ook gehuurd voor meerdere jaren. En ik wij doen met Mpoma. We hadden bijvoorbeeld zelfs een club als Juventus doen met Chiesa. Die huurde die ook voor 2 jaar. Dat is waar. Dus ik denk dat we de wereld voor corona en de wereld nu op transfervlak niet echt kunnen vergelijken. Ik kan Hans daar wel in bijtreden. Als we kijken naar onze transferactiviteiten van 4 afgelopen jaren, dan hebben wij 80 inkomende transfers gerealiseerd, waarvan 24 op basis van een huurcontract. Dat staat wel voor 30%, dus dat is wel 1 op 3 spelers die je binnenhaalt, die je ook daarna normaal gezien ook ziet vertrekken. Maar wat Hans zegt klopt wel, we hebben in ons eerste jaar 10 huurspelers gehad. Dat is misschien ook wel logisch, omdat we financieel nog niet zo sterk stonden. En dit jaar waren dat er 9, terwijl dat in 2018 en in 2019 2 en 3 spelers waren. Dus het is inderdaad wel een stukje economische realiteit. Er zijn ook veel huurspelers met aankoopopties, hè? Behalve onze 2 Franse verdedigers,
hebben we allemaal, bij allemaal al dan niet een verplichte aankoopoptie. Dus dat is eigenlijk gewoon een beetje boekhoudkundig gedoe, hè? Uitgaven uitstellen en in de hoop dat je in de tussentijd Europees speelt en zo, waardoor het er weer binnenkomt. En, hey, we hebben hier allemaal ooit voetbalmanager gespeeld, we kennen die trucken wel. Hè? Sowieso. Er is wel al één transfer die we volgend jaar kunnen bijschrijven, dat is Birger Verstraeten en die komt voor 2 miljoen over van Keulen naar Antwerpen. En daar staat tegenover nog geen enkel bedrag. Dus we staan al 2 miljoen in het rood volgend jaar. Maar het is een goeie, hè? Daar zijn we toch zachtjes aan over eens. Ja, en we kunnen de Pauw misschien nog verkopen, hè? Die toch een raspaardje als boete op de bank houdt. Dat is waar. Dat is absoluut waar. Dat was al een tijdje aan het passeren in de chat. Wat zouden jullie mee doen? Zijn optie verlengen? Zijn contract loopt in principe af deze zomer. En dan is er ook nog de vraag of we geen fout hebben gemaakt door die vorige zomer niet te verkopen voor een aanzienlijk bedrag, als die nu dreigt gratis te vertrekken. Ja, wie pakt hem? Bob. Ik zal hem pakken. Of zal hem pakken. Nee, Dylan. Nee, ik zou hem graag willen pakken, omdat ik een grote boeta fan ben. Zoals waarschijnlijk nog wel veel anderen. Dit seizoen is het er nog niet uitgekomen. Maar ik vind dat heel gek. Omdat hij ook zo niet de kansen krijgt die dan de Pauw bijvoorbeeld heeft gekregen. En de Pauw heeft kans gekregen om erin te komen. Boeta niet. Die heeft nog niet 3 wedstrijden achtereen mogen spelen, denk ik, dit seizoen. Ik vind dat heel jammer. Dus had je die vorige zomer kunnen verkopen? Ja. Was daar voldoende interesse voor? Dat weet ik niet. Maar het leek me toen wel een logische keuze om die eerst te laten proeven van Europees voetbal. Met het idee dat hem daar dan in kan etaleren, om die marktwaarde hoger te drijven. Dus ik denk dat dat een perfecte verantwoorde keuze was. Daarnaast moet je die zijn contract verlengen. Ja, als je een optie hebt, dan moet je dat doen. Want anders laat je terug iemand gratis vertrekken die het in potentie... Potentieel is dat een beste rechtsback van België. Hè? Ik zeg niet rechts-wingback, dat denk ik niet. Maar rechts-en-back, ik denk van wel. Die heeft de snelheid, die kan verdedigen. Hij heeft een heel lage zwaartepunt. Ja, gewoon verlengen en dan zien. Hopelijk komt hem er terug door. Ja, ik wil zijn statistieken er nog wel eventjes bij nemen. Dus in het eerste jaar dat hij bij ons speelde, dat was blijkbaar het eerste seizoen inderdaad, 17-18, heeft hij 17 selecties afgedwongen en 12 wedstrijden ook effectief gespeeld. Ik zie daar nu geen basisplaatsen bij staan. Het volgende seizoen, 18-19, 23 selecties en 20 wedstrijden. En dan inderdaad vorig seizoen, dat bevestigt wel een beetje wat we allemaal dachten. 28 wedstrijden, waarvan 28 selecties, 28 wedstrijden. En ook zijn beste jaar qua statistieken. 2 goals en 6 assists. En het jaar daarvoor toch ook 6 assists. En nu zit hij op 16 wedstrijden en 18 selecties aan 2 assists. In de Pro League, zeg ik dan wel. En dan nog al die uitgelokte penalties vorig seizoen. Dat is geen cijfer in de statistieken. Nee, maar dat was toch ook heel opvallend, hè? Sorry. Dat gemaakt is om meerwaarde om te creëren. Hè. Die is redelijk jong bij ons binnengekomen. Die is ontbolsterd. Heeft hier lang genoeg gezeten om eigenlijk te kunnen profiteren van dat soort talent. En nu, ja, de moment dat hij een half jaar goed speelt, moet je hem denk ik verpatsen. Moet je die een gastdag gunnen? Moet je je eigen kast dat ook gunnen? Maar ik denk, gelijk dat Dylan zegt, dat het heel logisch is dat ze hebben gezegd van we gaan hem houden na vorig seizoen met de Europese voetbal en zo in het achterhoofd. En dat het dan tegenvalt, ja, dat is denk ik het leven van een sportieve directeur. Hè, ja. Hij is ook nog maar 24 natuurlijk. Hè. Dus dat is nog wel jong, lijkt me dan. Inderdaad, zijn contract loopt dit jaar af. Wat vertegenwoordigt zo'n speler? Wat is een Boeta? Laat ons nu degene van dit seizoen. Bob, wat is die waard volgens u in deze markt? Dit seizoen veel minder dan eigenlijk zou moeten, denk ik, voor het potentieel dat hij heeft. Want als je zo... Hoe weet die ene van Brugge die daar voor een veel te hoog bedrag is weggegaan, die flank?
Zat, ik kom er niet op, maar daar werd 20 miljoen voor gegeven. Voor een redelijk gewoon... Skirbo? Nee, niet Skirbo. Nee, het is onlangs... Hè, Dan Newman? Deze zomer. Het is niet Dennis, maar... Zwart. Diata. Ja, Diata. Diata. Ja, Diata. Diata is dan weggegaan voor echt, denk 20 miljoen. Terwijl ik denk van, Diata, redelijk goede speler, maar nu toch niet dat soort bedragen. Maar ik denk nu een miljoen of 3, 4, zoals hem nu aan het spelen is, denk ik. Maar dat moet zeker het dubbele zijn. Richting dubbele cijfers, richting de 10. Dan moet dat van vorig jaar met zijn statistieken, met zijn snelheid, met zijn goals, met zijn presence, met zijn groeimogelijkheden. Ja, denk ik ook zeker 10 miljoen dat hij op termijn terug moet kunnen opbrengen voor de club. Ja. Dat zou het hem ook gunnen. Zijn waarde is wel danig gezakt. In zijn beste jaar had hij een waarde van 6 miljoen. En dat is nu al teruggezakt naar 4 miljoen, de actuele marktwaarde. Dus ja, de vraag is dan, Dylan, je zei daar net spottend, maar als we de pauw nog kunnen verpatsen, ik weet niet, ik dacht dat Dylan het was, die dat zei. De gekkerd. Maar de pauw is natuurlijk wel al een pak ouder en Boeta is een pak jonger. Waarom houdt de pauw Boeta op de bank? Als je ziet welke kansen de pauw krijgt, geef diezelfde kansen aan Boeta, dan gaan we toch een meerwaarde creëren op zo'n speler. Ja, ik vind dat heel gek dat niet gebeurt. Maar bon, de coach beslist in eer en geweten. Hè. Daar gaan we toch wel van uit. Of dat mogen we toch wel zeker doen. Dus misschien is dat omdat hem toch niet goed hersteld is van corona, omdat er andere dingen zijn, dat hij niet genoeg inzet toont tijdens de training. En dan denk ik wel dat het perfecte verantwoording is om de pauw daar te zetten. Denk de vaste luisteraars van de podcast die weten dat ik in het begin van het seizoen niet laaiend enthousiast was over de pauw. En dat ben ik nog altijd niet. Ik denk dat hij op de top van zijn kunnen nog altijd niet goed genoeg is voor dit team. Maar nu zit hij wel op de top van zijn kunnen en hij kan wel mee. Hè. Het is niet meer zoals in het begin van het seizoen dat hem echt zwaar uit de boot viel. Dus als je dan iemand hebt die er altijd voor gaat op training, dan moet je als trainer geen rekening houden met maar misschien dat Boeta over een jaar of twee ons nog wel wat geld kan opleveren. Er is een trainer mee bezig. Een trainer wil wedstrijden winnen. En die wil dat iedereen zijn kopje ervoor legt. Dus ik denk dat die keuze daardoor gemaakt wordt. Ik kan me geen andere reden inbeelden. Ja, Vincent, wat zou jij doen? Zijn contract loopt af. Hij heeft een optie voor nog een jaar. Zou je zijn contract openbreken en die optie eigenlijk op die manier opheffen en hem nog 2 jaar opnieuw onder contract leggen? Of gewoon de optie lichten? Dat hangt een beetje ervan af, denk ik, hoe dat hij dit seizoen nog eindigt. Ik denk, als Boeta niet verbetert of toch teruggroeit richting dat oude niveau, zou ik eerder zeggen van, licht die optie maar. En eigenlijk koopt je zelf dan nog een jaar extra tijd om eventueel meerwaarde te creëren en een uniform terug omhoog te krijgen. Nu, natuurlijk, als hij de play-off 1 van zijn leven shot, het zijn maar 8 matchen, maar toch, of zelfs niet 6 matchen, dan kunnen we daar wel eens over nadenken. En dan denk ik, wordt de terugkwestie van boekhouding en wat is de economische realiteit nu? Want zo'n gast van, hoe oud is hem dan nu? 25 of zo? 24? Voor een paar jaar vastleggen, dat gaat geen goedkoop affaire zijn, denk ik. Zeker gezien dat er toch al wat interesse was. Dus zou ik, als hij niet spectaculair verbetert, zou ik hem gewoon een jaar opnieuw die optie lichten en dan terugzien of het de moeite. Dat is een aflopend contract, Boeta. Ik hoop dat we daar de mensen die de vragen hadden, daar voldoende op hebben kunnen bijspreken. Zijn er nog ergens vragen binnengekomen? Of mag ik zelf nog een themaatje aansnijden? Er komen er heel veel binnen via de chat. Okay, Frederik moet dat wel in de gaten houden. Ik heb een lijstje klaarstaan al zelfs. Mooi. Dimitri Krijf via de Stories vraagt, Lam Kelzee, moeten we die verkopen deze zomer? We gaan eens kijken bij wie we hem gaan leggen. Dan Hans neemt het woord, dat verbaast me. Maar... Ik vind van wel. Want het gaat nu goed, hij is aan het knallen. En je moet ervan profiteren voordat er misschien terug iets gebeurt en gewoon geld van maken. Want er moet geld binnenkomen. En hoeveel geld zou je er nog van willen maken? Oké, uiteraard wil hem 100 miljoen voor krijgen. Dat is niet realistisch. Dat lijkt me dan iets minder realistisch. Maar wat kan hij nu, zoals hij nu is, vertegenwoordigen? Een 7 à 8 miljoen, denk ik. Okay. Wie is er even gek als Lam Kelzee om dat bedrag op tafel te leggen? Boven de 5 moet je hem toch verpatsen, kom.
Allee. Ja, maar welk team wil dat risico nemen in deze markt om weliswaar een hele goede speler aan te kopen? Maar iedereen heeft de foto's gezien, iedereen heeft de verhalen gelezen. Dat is niet alleen in Europa rondgegaan, het is over heel de wereld rondgegaan. Ploegen die 10 miljoen kunnen leggen, die kunnen ook 10 miljoen leggen voor een andere goede speler die gekkigheden niet heeft. Dus ik vraag me af of dat we niet te optimistisch altijd zijn met de marktwaarde van of het mogelijke transferbedrag van Amkoze in te schatten. Kwalitatief zou die veel meer waard zijn natuurlijk, maar ik denk echt niet dat je er 10 miljoen voor gaat krijgen. Dat is daarom dat ploegen juist toch ook gaan wagen, hè? Omdat kwalitatief is aan een 20 miljoen speler. Als je een Dieta voor 20 miljoen kunt verkopen, maar met alles dat erbij komt kijken, ga je er nooit 20 miljoen voor krijgen, maar gaat er wel eens een club die 20 miljoen kan geven, nog ook durven wagen. Ik ben er niet... Het is in de toekomst zien, hè. Maar ik geloof er niet dat je ik er 10 miljoen aan het hopen, voor krijgt. Ja, ik hoop het ook. Ik hoop het ook dat hem deze zomer vertrekt. Maar 10 miljoen lijkt me... Ik zou als clubleider geen 10 miljoen euro betalen voor een speler die al zoveel problemen bij al zijn vorige clubs heeft opgeleverd. Ik denk dat dat financieel een zeer, zeer moeilijke gaat zijn. Het mag, hè. Uiteraard, maar... Ik denk vanuit zo de vijf grote competities, die altijd zo worden genoemd, die clubs die dat geld hebben inderdaad een scoutingapparaat en de werkende Google. Dus ik denk dat die dat niet gaan doen. Maar je hebt toch soms zo ploegen in Rusland of ergens in het Midden-Oosten die soms rare toeren uithalen en met geld gooien als het dat gedaan heeft. En ik denk, /hoop, dat daar de oplossing voor Lamkelzee ligt. Ik denk dat hij zich daar ook als... speler veel meer kan permitteren wat Fratskes naast het veld betreft, zonder dat hij door naar de kern bijna wordt vermoord, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat we daar moeten gaan zoeken. Maar ik weet niet wat de Lucianus en contacten in die delen van de wereld zijn. Geen idee. Maar heeft hij alleszins nog niks mispeuterd? In de rest van de wereld eerder wel. Dus heel benieuwd of hij dat zijn tentakels tot daar reiken. Hij ligt wel nog 2 jaar onder contract na dit seizoen. Je moet even nadenken. Als we nu nog een jaar zouden bijhouden... Dat is het moment om te verkopen. Hè? 2 jaar onder contract is het moment om te verkopen. Zo doe ik het op voetbalmanager. En dan marcheert er altijd goed. Wat heeft u dat al opgeleverd, Hans? Hoeveel Champions League-titels? Veel. Heel veel. Dat is goed, want bij mij niet. Dus ik kan beter bij u eens in de leer komen. Ik zal misschien eens de president de stem opwerpen. Ik zou hem gewoon houden. Want ik vind hem te waardevol om hem ook weg te doen. En als je kijkt wat hij vertegenwoordigt, puur sportief, vind ik het een te waardevolle speler. Als we twijfelen allemaal of dat we Rafailov al dan niet willen houden, dan zou je Rafailov einde contract laten vertrekken. En Bokani, zijn contract loopt per slot van rekening ook af. Lamkelzee die de deur uitwandelt. En dan weet ik niet goed. Dan denk ik dat hij wel een steunpilaar kan zijn. Dus ik zou... misschien is Verkouter wel de man die hem op het rechte pad houdt. En dan zou ik hem niet zomaar in het uitstalraam zetten. Ik denk dat dat nog altijd een bepalende speler kan zijn. En dat die gewoon te belangrijk is om hem maar te verkopen voor 5 miljoen. Maar je kunt toch niet als club... Lamkelzee uitkiezen als steunpilaar van uw team. Dat gaat toch niet? En je neemt het woord vertegenwoordiger in de mond. Maar Lamkelzee is toch niet... Dat is iemand die uw club vertegenwoordigt, hè? Mm-hmm. Wat heeft Verkouter ervan gemaakt, Dylan, in de maand januari? Ja, hij is er gewoon afhankelijk van geweest. En nog steeds, volgens mij. Misschien dat je daar iemand anders zet, dat hij ook de doelpunten had gescoord, hè? Dat weet je niet. Dus ja. ik vind hem nog altijd niet zo belangrijk om te zeggen, we gaan er een steunpilaar van maken. Nee, die moet gewoon vertrekken, zo snel mogelijk. En je kunt dat niet loszien van het sportieve. Want als het enkel het sportieve is, dan kun je inderdaad uw redenering volgen, in mijn ogen. Maar dat is niet. Er komt veel meer bij kijken. En ik vind niet dat je zo'n speler langer bij u moet houden... Met alles wat de man mispeuterd heeft, de schade dat hem de club heeft berokkend,
Hij is goed bezig en dat is fijn. Maar als je hem dan voor een bedrag kunt verkopen, alsjeblieft, doe dat gewoon. Dan zijn er vanaf. En dan kunnen andere gasten die wel voor uw club willen spelen erin zetten. Dylan, tegen eender welke prijs dan verkopen? Zelfs dan voor een Pinocchio-prijs? Om er toch maar vanaf te zijn? Of laten we zeggen, nee, onder de 5 miljoen vertrekt hem mee en proberen we hem volgend jaar goed te gebruiken. Ik heb natuurlijk makkelijk spreken, maar ik ga er niet een boterham minder van moeten eten. Maar ik zou, als je er geen verlies op doet, dan zou dat voor mij al goed zijn. En ik weet dat ik er als je er weinig eens over denk. Normaal gezien, als je er 5 miljoen voor krijgt, dan is dat een goede prijs. Maar als dat heeft een miljoen gekost, dacht ik. Dus... 1 miljoen, ja. Inderdaad. Van Chamonix. Wel, vanaf 2 miljoen mogen ze hem wegdoen. Oké. Ik denk dat we... Ik denk wat Hans daarnet zei, dat ik dat misschien nog het beste argument vind. Namelijk, je weet niet wanneer het rechte pad terug krom loopt. Je weet toch aan alles dat in een dag komt. En ik denk inderdaad dat Verkouter degene is die het rechte pad zo lang mogelijk recht kan houden. Maar dat is en blijft een rekker die gaat snappen ooit. En daar moet je inderdaad voor zijn, want anders implodeert die marktwaarde opnieuw. En dat in combinatie met wat je net zei, Ben, namelijk de kans bestaat dat Rafailov er volgend jaar niet meer rondloopt. En voor een Bokani eigenlijk hetzelfde. We hebben wel wat fondsen nodig. En dan is het idee misschien wel een interessante om dan toch dat nu te verzilveren. Om het gemis van die twee en dan bij gevolg ook drie, want de sportieve waarde van Lamkelzee is groot de laatste maand, om dat wat op te vullen. Oké. Die twee andere zijn nu, namen zijn nu gevallen van Rafailov en Bokani. Ik ben eens benieuwd wat jullie ervan vinden. Bijhouden allebei verkopen, wie mag blijven, wie mag vertrekken. Die mogen bij ons blijven spelen totdat ze zo oud zijn als u, Bob. Dat is nog een kleine 10 jaar. Ik vrees een beetje voor allebei voor het jaar te veel. Ik heb dat van een Bokani lang gedacht, maar nu... Gelijk dat hij ingevallen... Oké, het is één match, hij heeft meegespeeld. Maar potverdomme, hoeveel goesting zat daarin. En wat een verschil in aanvalsspel. Door gewoon Dieu terug daar te zetten, terwijl hij heeft weken zo gespeeld dat je dacht, is dat nu... Waar is een Bokani? We waren het misschien al te gewoon. Want ik vind dat hij niet echt anders speelde als voor zijn blessure. Maar we hebben gewoon gemerkt door die blessure wat dat we missen als hij er niet bij is. En Rafailov, geweldig goede voetballer. Maar hij heeft ook wel zijn mindere matchen gespeeld, vind ik, dit jaar. En ik vind dat een minder uniek profiel dan een Bokani een uniek profiel heeft. We hebben het in de vorige podcast al eens gezegd, Miyoshi. Tot wel een andere soort speler dan Rafailov, maar kan dat volgens mij ook op termijn uitgroeien tot een... hetgeen wat Morioka gedaan heeft bij Charleroi, uitgroeien tot de draaischijf op een andere speler, ik weet het, maar ja. Ik wou zeggen, over Mbokani is het... We hangen daar al 3 jaar ons wagonnetje aan vast en we slagen er ook maar niet om een nieuwe speler erbij, of een vervanger of een opvolger om die te vinden. Maar zolang een Bokani in de kern zit, gaat hij constant die vergelijking moeten aangaan. En... Wie wil er ook komen om op de bank te gaan zitten voor een Bokani? Ja, maar daar heb ik de oplossing voor gegeven. Maar ja, ze luisteren niet. Met Henri, die dat in de winter moeten halen, zeggen, je gaat je gastse contract loopt af in Bokani. Ja, tot nu, het is midden maart en hij heeft eigenlijk in de tweede... Hij heeft eigenlijk zijn contractverlenging, dat is heel cru om te zeggen, maar hij heeft ze eigenlijk dit jaar nog niet verdiend. Maar wie zat Celta de Vigo of Sevilla niet achter Henri? Ik kan niet ploegen. Waarom zou die... Die was zo goed aan het spelen, waarom zou hij op de bank komen zitten bij een rechtstreeks... Ja, dat is ook waar. En ja, het is absoluut waar dat we ons wagonnetje aan een Bokani hangen. Maar ja... Ergens ook wel logisch, noem die België 3 spitsen van dat kaliber. Die zijn er niet, hè. Dat is
als een speler is, we mogen onze polletjes kussen dat, die, dat we dat wagonnetje eraan hebben mogen hangen. Absoluut. Dus ja, Henri misschien, Bas Dost, maar ja, dat is dan Brugge. Die hebben die connecties en dat geld om dat soort spelers te halen. Maar verder, ja, we spreken over een Sakala van Oostende. Best goede spits, maar om nu te zeggen, die gaan Bocani toe vergeten op de Bosuil. Ik zie het niet gebeuren. Maar dat is toch misschien net het punt? Maar dat is toch misschien net het punt dat je zegt, iedereen moet maar Mbokani vervangen, terwijl dat je door Sakala, die liep al rond op Oostende. En ze zetten daar Gueye bij. En Oostende staat in de top 4. En oké, dat heeft natuurlijk ook nog wel andere oorzaken. Maar door gewoon bij Sakala één goede speler bij te zetten, die ze, denk ik, dat was ook een vraag die was binnengekomen op Twitter. Ik zal zo meteen wel even vermelden van wie het was, maar moeten we niet meer inzetten op data scouting en zo aan spelers komen? Ja, ik denk dat je Mbokani is duidelijk een transfer van Donofrio en dat had nooit gelukt als Donofrio niet bij ons had gezeten. Maar ja, kunnen we dan misschien op zo'n moment eens niet verder kijken dan Donofrio? En ja, op basis van vaststaande feiten de spits binnenhalen die misschien ook die ook misschien andere spelers beter gaat halen. En het is allemaal misschien dat ik hier aan het zeggen ben, maar ja. Ik denk het profiel dat je bij Mbokani in je kern moet steken, is een gast dat niet verwacht dat hem alles gaat spelen. En dan denk ik aan iemand die jong is en die er veel ervaring wilde opdoen in bijna de schaduw van een Mbokani. En die vaak die laatste 10 of 20 minuten wil shotten of een periode waarin een Mbokani wat rust krijgt of geblesseerd is. En als je dat natuurlijk met een jonge gast een paar jaar kunt doen en dat blijkt een talentvolle speler te zijn, dan kun je zeggen, we hebben een waardige vervanger. Maar iemand gaan kopen die een Mbokani doet vergeten, dat is inderdaad, denk ik, een utopie. Dat gaat niet gaan. Dus een project daarnaast, op lange termijn, denk ik, had een goede oplossing geweest, maar dat is ons niet gegund geweest. Maar we zoeken ook wel vaak ongeveer hetzelfde profiel als in Mbokani. Ja. Gewoon een grote, stevige gast. En volgens mij kun je best iemand als een Sakala, een type, of een type Ardaïs, gewoon een heel ander type van voor, dat je ook een keer kunt afwisselen. Dat je zegt van, we moeten nu tegen twee zeer stevige gasten spelen en er is heel veel ruimte in de rug van de verdediging. We gaan er gewoon de snelle zetten. En dat gaat volgens mij meer opleveren dan nu al te zoeken achter de vervanger van Mbokani. En dat moet hetzelfde type zijn, want je gaat er geen een betere vinden dan Mbokani. Dus uiteraard gaat hij op de bank zitten. Maar als je een ander type hebt, dan kun je een keer zeggen, we gaan die naast Mbokani zetten. Of de dieu is wat moe en inderdaad, in de rug van de verdediging, we gaan die snelheid even uitbuiten. Volgens mij is dat de manier om vooruit te komen en iemand kansen te geven. Maar niet dezelfde type, want je hebt geen een betere. En dat hebben ze ook geprobeerd met Oulare, Avenatti, allemaal van die grote, stevige, reizige spitsen. Ja, Oulare was voor in Mbokani dan. Ik weet het, maar de laatste jaren hebben we allemaal van die Gano, allemaal dubbele meters gehad in de spits. En ja, behalve Dieu heeft er niemand echt gerendeerd daar vooraan. Ja. Dat is door uw Bolingi-mop, hè. Ze denken echt dat ze op zoek moeten naar basketters. En het is goed, Hans, dat je Bolingi aanhaalt, want dat is eigenlijk de enige spits waar we voorbije jaren geld voor betaald hebben. €750.000, alsjeblieft, voor Jonathan Bolingi, die toen van Standaard overkwam. Een Benz hebben we ook geld voor betaald, hè. Die was ik al vergeten. Die heeft 3 keer gescoord, ja, dat hè. Ja, klopt, inderdaad. €700.000. Een hat-trick, hè. Want hier in een hat-trick, Erik Jacobs, ik weet niet of dat papa van is, Ben. Ja. Die zegt dat in een chat, dat een Benza 3 keer heeft gescoord dit weekend. Ja. Dag papa Ben. Hallo. Meneer Jacobs. Klopt, maar dus voor 2 spitsen, €1.450.000. Voor 2 spitsen die... Dat is bekend gratis, hè. Dat is geen geld, hè. Maar ja, als je dan ziet wie dat er achter dat bedrag staat. Voor een Mbokani zou dat geen geld zijn, nee. Iemand die dat van zijn paletten maakt, omdat hem tegen La Louvière per ongeluk dan toch heeft gescoord. Ja, dat...
Ik zou die nog niet afschrijven, ze. Die is nog heel jong, hè? Die jongen is 20 jaar. Bij een Simba zeggen we dat hij een talent is. En bij een Benza is dat ineens een mislukte transfer. Omdat we een Simba gratis zijn gaan halen bij Genk. En omdat we voor een Benza geld hebben betaald. Maar een Benza is geen 20, zwart. Nee, ik kijk even naar Frederik. Zijn er nog topics binnengekomen die mensen willen dat we behandelen? Ja, misschien een leuke vraag van Jeroen Herrie. Welke transfers van dit seizoen in de Super Pro League hadden jullie liever op de Bosuil zien eindigen? Bolat bij Gent. Oké. Okay. Dat is punt gemaakt. Nog iemand een transfer die... Arslan is iets bij Gent. Dus dat is niet aan de orde, maar als je zo'n lang met zijn kop ziet shotten, dan denk je wel van... Goh. Maakt daar nu een toffe gast van en doet in een rode trui. Jezus, man. Dan praten we niet meer over de verlenging van Refailov. Maar ja, Lang is ook niet echt een realistische transfer voor ons. Ja, wij kunnen niemand van Ajax halen, natuurlijk. Dus ik weet... Ja. Maar Bas Dost, wat was het? 4 miljoen? Ik dacht 6. Maar bon, ja. Bas Dost was toch ook wel... Het ziet er soms allemaal zo een beetje gekunsteld uit bij Bas Dost, maar hij ligt er bijna elke match wel één of twee tegen de draad. Noah Lang, ja, dat vind ik toch ook wel. Begin van het seizoen, Golisade van Charleroi, die is nu wel helemaal weggezakt. Dat soort spelers. Maar die... Zeg maar op. Ja, Golisade, dat is geen inkomende transfer, denk ik. Die speelt al langer... op Manboer. Ik wou, omdat de Club Brugge nu nog eens gevallen is, bij de voorbereiding had ik de transferbewegingen ook opgesomd en Antwerpen heeft 80 inkomende transfers gerealiseerd de voorbije 4 seizoenen. Uitgaand zijn dat er 58, dus dat maakt een totaal van 138. En Dylan, denk ik dat het was, die vroeg, is dat eigenlijk veel? En ik ben eens even bij het grote voorbeeld, niet op alle vlakken natuurlijk, maar Club Brugge gaan kijken. Die hebben op diezelfde 4 jaar tijd 65 inkomende transfers gerealiseerd voor een bedrag van 78 miljoen euro, bijna 79 miljoen euro. Dus daar zitten onze 16 nog wel flink onder. Maar ze hebben dan ook wel uitgaand 86 bewegingen gehad en die staan voor 137 miljoen. Dat is het geld wat zij incasseren aan. En toch gaan ze eraan volgend weekend. Want dat is voetbal, hè? Dat is het mooie eraan. Ik denk dat we er nog naar moeten groeien, hè, naar dat moment. Als je ziet, Brugge, wanneer de Verhagen daar in het bestuur is gekomen, spreken we 2005 zoiets. In 2011 is die voorzitter geworden. Dat is al 10 jaar geleden. Hè. Die staan al in een proces van 10 jaar. Wat dat wij nu proberen in te halen op 4 jaar. Dus ik vind die vergelijking ook een beetje moeilijk. Ja, ja. En in het begin werd er met Brugge gelachen, hè, toen die mannen eraan begonnen. Hè. Want dat was zo de tijd dat die voor elke positie dan zo een profiel hadden uitgewerkt. En dat was zo heel HR-achtig. En in extra time werd er echt gewoon mee gelachen. En ja, weer niet van dat en dit en dat. Maar die hebben een visie gehad. Die zijn erachter blijven staan. En met der tijd hebben die spelers aangetrokken die ze voor een beetje hebben kunnen verkopen. En die bedragen werden groter en groter en groter. En nu is Brugge op weg naar het Bayern München te worden van België. Dus die hebben fantastisch goed gewerkt. En dat kunnen wij ook. Maar we moeten dat gewoon tijd geven. Vasthouden aan uw ideeën, dat is waar Company ook aan toen is bij Anderlecht, maar dat zie ik toch... Pas op, als die zijn systeem met een paar van die gasten 3-4 jaar kan volhouden, dat zijn mannen die nu 18 zijn, als die 2-23 zijn, en die zijn er nog een aantal. Hè. Ja, je weet niet wat dat geeft. Hè. Het probleem dat Company heeft, is dat hij wel een idee heeft, maar dat er geen geld zit. Hè. Ah. En dat hij het moet doen met spelers die... anders van zijn leven nooit voor Anderlecht hadden gespeeld. Hè? Was toch back in the days niet? Hij probeert het spel van Man City te kopiëren op het veld van Anderlecht. Maar dat is... Je kunt dat spelersmateriaal niet vergelijken, natuurlijk. Hè? Nee, maar er zit een visie achter. Hè? En dat is toch fijn. En we kunnen er allemaal mee lachen. Hè? Compagnie de Grote Sterren, die het dan toch op dit moment niet waarmaakt. Maar ik vind dat vrij goedkoop. Want
er zit een visie achter, inderdaad, met zeer weinig geld. Ze doen het met jonge gasten. Daar kun je toch alleen maar, als neutrale voetballiefhebber dan, toch alleen maar blij mee zijn dat ploegen dat proberen en dat die niet derderangs buitenlanders erin proberen te passen. Maar nee? het is ook gewoon van moeders daar, hè, met die jonge gasten. Ze hebben er vorig jaar nog zo'n Nasri en zo, met veel Pompari, poespas binnengehaald. Die rebel die verdient daar slijken geld. Ja, het is niet van, we gaan dat hier eens op een romantisch voetbalidee proberen recht te trekken. Nee, het is van moeders inderdaad, maar toch vind ik dat wel fijn om te zien. En we zouden bij ons toch ook wel willen zien dat een Zeno van den Bos of een Kirijnen dat die speelminuten vergaren. En idealiter doet jij niet zoals Anderlecht om alleen maar met die gasten te spelen. Maar hoe meer jongeren dat er aan speelkansen komen, hoe beter. Ik vind trouwens heel mooi dat je de naam Zeno van den Bos laat vallen. Want ik las er juist in een chat dat Olivier Landman zei dat hij het heel goed is aan het doen bij de A-keer. En dat ze er heel content van zijn. Dus, wat voor een profiel heeft hij dan? Dat is de centrale verdediger. Linksvoetig ook, dacht ik. De voet weet ik niet. Ik denk dat er weer twee... Hoeveel op een kwartiertijd, hè? Dat is simpel, hè? Ja. Maar... Allee, dus Lausberg, de gezien wel in mijn room. Sorry, Hans, wat ging je zeggen? Ja, ik ging eigenlijk Dylan bijtreden. Zeno van den Bos. Dat ik die ook wel eens wil zien spelen, als die zo goed is aan het doen. Oké, op Club Brugge is een ideaal moment om te starten, niks te verliezen. En een Simba in steun van Mbokani. In de Tiam in de goal. Ja, dat gaan we niet doen, hè. Een Mbokani erop zetten op Brugge, want dan hebben we sowieso al verloren. Precies, die mag niet meedoen. Voilà, ik zie kansen. Frederik, wat komt er nog binnen? Ja, een beetje aansluitend op de vorige. Wanneer mogen we onze eerste jeugdspeler uit de Academy verwachten? Voilà, de Zeno op zijn keet. De Zeno. En ik kreeg van de Olivier ook nog de naam. Wacht, ik ga hem even opzoeken. Ik heb hem hier klaarstaan. Abdel Malik Azizdor. Die heeft in september 2020 een contract gekregen. Zou een opkomend talent zijn als aanvaller. En is 18 jaar momenteel. Speelt al sinds 2014 bij ons. En komt van de City Pirates. Als we voetbalmanager mogen geloven, en dat doen we, dan strandt hij wel op 2,5 sterke. Dus dat is toch nog wat boterhammen eten, hè? Dat een Abdel Malik. Dat hangt er vanaf hoe sterk dat is. Ja, het is dat, hè. Als je Champions League speelt, dan is 2,5 ster inderdaad. Ja, maar het is op zijn eerste jaar, het is het potentieel. Dus dat wil niet zeggen dat hem dat ook maar zomaar gaat bereiken. Ja. Daar heb je een goede trainer voor nodig, hè. Ja, voilà. Bij mij altijd een 4 sterren. Ja, ongetwijfeld. Als je degradeert naar 1B misschien. Wel een goed punt ook. Qua jeugdspelers is er niet superveel bewogen. Zeker qua inkomend richting de A-kern. Wat ik nog heb genoteerd, en daar zijn natuurlijk die gasten van het aspirantenprogramma nog niet bijgerekend. Maar wij zouden 4 jeugdspelers hebben die zijn doorgestroomd vanuit de U21 en dan op een consequente basis deel hebben uitgemaakt van de A-kern. Tegen wanneer, Vincent, tegen wanneer zou dat een... Tegen wanneer is dat een goed percentage? Want dat is nu 5% van onze inkomende bewegingen dat uit de eigen jeugd komt. Wat is een goed percentage en tegen wanneer? Ik weet niet of dat bijvoorbeeld percentage juist is. Dat vooral gaat over hoeveel spelers. Als jij nu in een jaar heel weinig aankoopt en er stoot er maar 1 door, klinkt dat misschien als een goed percentage. Terwijl neem ik er liever dat er 5 komen en dat er nog heel veel andere gasten zijn. We zijn nu wel op 4 jaar aan het kijken. Dus het is wel redelijk structureel dat er bijna niks gebeurt. Maar dat er niks gebeurt, of niks doorkomt nu, dat is inderdaad structureel. Maar ook wel logisch, hè. We komen van nergens, hè, om het zo te zeggen. De kleedkamers zijn in volle opbouw, hè, in T4. Ja, nee, dat is nu heel kort door de bocht, want natuurlijk hebben die mannen wel een kleedkamer. Maar ja, ik vind dat logisch dat er nu nog niet veel is geweest.
Het is wel zo, stilaan, dat mag gaan komen. Mannen die 4 jaar geleden, 14 jaar waren, worden nu 18. Dus beetje bij beetje, denk ik, gaat dat talent er wel komen. Maar dat is ja, bij alles dat van groeien. Je moet daar wat geduld voor hebben, denk ik. Dylan is... Ik ben op mijn tweede scherm naar de wedstrijd van vanavond aan het zien, omdat ik de Geron de Wulf... toch maar een bijgetreden in zijn mening dat het altijd kan en een grote kans net gemist door Gent. Ik geef het maar even mee. Hij stuurde mij direct na de match tegen Schaller wel een bericht. Ja, ja. Jawel. Ik geloof er ook meteen in en ik dacht van ja, het gaat gebeuren. Maar ik was wel aan het luisteren. Ik dacht, nee, het zag er zo uit dat je echt Call of Duty wordt aan het spelen ondertussen. Nee, dat doe ik niet. Enkel pes. Dus ja, Vincent, maar wanneer is dan de doorstroming... Wanneer is dat dan wel geslaagd? Want nu ja, je hebt wel inderdaad relevante argumenten aangehaald waardoor het nu moeilijk is. Maar wat moet de ambitie zijn? Of wat mogen wij ambiëren als grootstad? Want ja, er is toch een enorme vijver voor Antwerpen om uit te vissen. Ik denk dat de ambitie heel simpel moet zijn. Dat er op aantal tijd een basisspeler toch uit moet kunnen komen. En zeker een aantal bankspelers. Het is stom dat je tijd en geld moet gaan steken in excuusbelgen om er voldoende op blad te hebben, als je ze niet gewoon zelf kunt kweken. Dus ik denk dat je... Ja, die ambitie moet heel hoog liggen, maar dat is natuurlijk... Ja, die kan alleen maar hoger doorheen de tijd. Dus ik denk de eerste stap is dat er een paar op je bank kunnen zitten, systematisch, en dat die dan beginnen invallen. Wat we heel kort met Robbe Kirijnen hebben gehad, hè, wat de max was, hè, laat ons eerlijk zijn. Die kon niks verkeerd doen in onze ogen, bij wijze van spreken, want dat was een van bij ons. Hè. En ik denk dat je er zo beetje bij beetje een paar moet inkomen. En dan gaat er een keer in hebben dat ze potentieel waar maakt en een keer in hebben dat ze potentieel niet waar maakt. Maar dat is niet erg. Maar het moet ook realistisch Bob. Zijn. Want ja, ik had een vraag gesteld aan Bob. Jij hebt Vic Mees nog weten debuteren. Dat was zo... Ja, toen was Fazikas nog ballen, jongen. Man. Nee, sorry, Bob, dat was... Dylan, zeg maar. Ik wou zeggen dat je ook wel een beetje realistisch moet zijn met die jeugd. Dat is heel moeilijk, hè? Want je hebt, weet ik hoeveel profclubs die wel allemaal in diezelfde kleine vijver proberen te vissen. Hè? En oké, je zit hier met Antwerpen, met een grootstad, maar een Anderlecht en een Brugge die wel wat verder staan met jeugdwerking, die weten onze pleintjes en onze voetbalploegen ook wel te vinden. Hè? Ja, die Injas van den Brent van Club Brugge, dat is ook een Antwerpenaar. Dat zijn toch gasten die... Of Injas van den Brent? Ik kan wel wat zeggen. Ene van Brugge, ja. Ene van Brugge. Dat is, ja, maar, ik weet niet of jullie toevallig naar de Mid-Mid-podcast hebben geluisterd met Frederik Dupré, die in de jeugdwerking van Gent zit. En die zegt daar ook van, ja... Het is voor ons als Gent, hè, die dat toch al een paar jaar voorsprong hebben op Antwerpen dan nog, is het gewoon moeilijk en is het hopen op dat één talent dat dan die drie grote hebben gemist, hè, Genk, Anderlecht en Brugge, denk ik dat het was, dat die toevallig hebben gemist, wat die net te klein was, of net dit of net dat, en dat wij er dan voor kunnen zijn, en met goede begeleiding, dat dan het grote talent wordt, zoals Sam Waze op dit moment bij Gent, daar is het op hopen. Dus... Daar moet je ook rekening mee houden. Dat gaat wel zijn tijd vragen. Hè? Ja, ik krijg hier ook door van wederom door Olivier, want die kent veel van de jeugd. Is jarenlang jeugdtrainer geweest. Dat het ook gewoon heel belangrijk gaat zijn dat we elite 1 worden. Want momenteel zijn wij nog elite 2. Een hoop jeugdspelers dat een voorkeur geven aan elite 1. Of spelers dat je niet kunt binnenhalen, dat je dat niet kunt aanbieden. En daarvoor is het toch heel belangrijk dat je spelers... minuten maken. Al dan niet bij Antwerp zelf, maar je hebt die punten nodig in dat puntensysteem om elite 1 te worden. Dus dat gaat ook een hele belangrijke worden als we willen groeien en meer eigen jeugd willen zien, dat we zo rap mogelijk elite 1 moeten worden. Gaan we er verder van? Ja, sorry. De mop was is al een hele tijd. Nee, daar nog op Dylan Verderbom en een beetje ook wat Hans zegt. Het probleem is ook, we zijn als met ons A-team, hè, met de eerste ploeg, ze hebben gigantische stappen aan het zetten en we schurken nu tegen die absolute top aan. Dan is het natuurlijk moeilijk om als jeugdspeler die stappen mee te volgen en te verwachten, het is heel moeilijk om te verwachten dat er nu jeugdspelers gaan zijn die
tegen die eerste ploeg aanschurken op het niveau waar de Antwerp zit. En we komen inderdaad van een heel laag niveau. We spelen nog altijd niet elite 1, zoals Hans zegt. En dan is het heel moeilijk om de jeugdspeler onmiddellijk tegen dat niveau om te drukken. Maar ik wil ook, daar ben ik wel mee akkoord, maar je speelt ook tegen Beveren en Moes Kroen en Cercle Brugge. En ik denk als je als jeugdspeler, daar moet je dan denk ik wel als club misschien op mikken. Dat die wedstrijden tegen de, ja, tegen de tweede helft van de ranking, dat je jeugd daartegen kan spelen. Dat moet niet inderdaad in de play. We moeten niet verwachten dat die gasten in play-off 1, dat je er 4 van 19 jaar een ploeg hebt om te dragen. Maar dat je inderdaad toch tegen, ah, tegen de mindere goden, om het dan zomaar te zeggen, dat je die gasten wel kunt brengen, dat je geen schrik moet hebben dat ze langs daar allemaal gaan passeren. Ik denk dat dat wel een min of meer realistische ambitie moet zijn om daarop te mikken. En dan zullen ze ook wel beter worden. Maar zoveel zijn er ook niet bij andere ploegen. Hè? De Verscharen heeft een heel goed seizoen gedraaid. Een Doku. De Ketelaren, dat zijn heel potentieel goede spelers. Rode Duivels. Maar zo, je moet al flink gaan nadenken om er zo 10 te vinden bij de top in België. Dus dat is niet vanzelfsprekend. Maar ja, wel een warme pleidooi om de nieuwe Richie te ontdekken. Zo is er maar één, hè, Bob. Hij is ook pas op zijn 17 jaar gekomen, hè, dus... We kunnen nu nog ergens een 17-jarige gaan wegpikken, hè. Voor waar kwam die toen? Mechelen? Ja, maar die heeft ook bij Mechelen nog gespeeld. KFC Wielrijk, denk ik. KFC Wielrijk of Hoboken. Ja. Eén van de twee. Frederik, verblijd ons met vragen. Ik ben even aan het opzoeken van waar Richie de Laat komt, en dan wil ik het zelf ook wel weten. Ik denk dat dat Wielrijk is. Daar staat mij precies iets van voor. Ja. Dat ik het gehoord heb. Maar ik ben ook ver van het eerste wat er staat, transfermarkt, is in Antwerp. Dus van zijn jeugd zat er niks op. Ja, dat staat in de voetbalmagazine. Op die fiche gaat daar ongetwijfeld bij staan. Op Wikipedia staat het er ook bij. Want die heeft in een podcast van zijn een tak gemaakt dat ze KFC Wielrijk, dat ze daar een andere ploeg van hebben gemaakt. En dat daardoor lijkt dat hem aan de verkeerde kant van de stad heeft gespeeld. Ja, seizoen 2010. Ja, Hoboken, dat begint dan. Hij heeft hem daar 1 jaar geweest. Ik ben daarvoor vooral in Hoboken gezeten. We hebben Maccabi en zo. Het is niet alleen een basketploeg. Ja, hebben we nog thema's binnengekregen, Frederik, die we kunnen mogen behandelen? Ja, over de beslissing van belofteploegen in 1B te plaatsen. Kan dat belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze jeugd? Ongeacht of je daar fan van bent of niet voor 1B? In hoeverre stimuleert voetballen tegen mannen de ontwikkeling van min 23, 21-jarigen? Wie heeft daar zicht op? Ik denk Nederland is het beste voorbeeld dat dat werkt. Hè. In het begin hebben die het heel zwaar gehad. Maar je ziet wat dat, Ajax en PSV de laatste jaren van talent is ont... Ja, dus dat komt er gewoon van alle kanten. Die mannen, die winnen er wel bij. Maar ik ben als een voetbalfan, zeg ik er grandioos tegen. Want ik vind dat niet goed. Maar als fan van ontwikkeling van jeugdspelers, is dat wel iets heel goed. Nog inzichten? Ja, om eens een vergelijking te maken met de Rode Duivels, het belang aan jeugdspelers. En we kunnen nu allemaal nog wel juichen dat we nog allemaal goede Rode Duivels hebben, maar binnen 3 jaar wordt dat... Pascal Struijk, Adrien Truffert, allemaal gasten die niet van hier zijn. Struijk is wel van hier, hè. Deurne Noord, hè. Ja, ik wil zeggen... Binnen 3 jaar zijn we terug een heel middelmatig voetballand, hè, internationaal. En, Tielemans. Ja, maar die gaat alleen niet kunnen dragen. Jawel. Ja, dat is wel. En als ik Hazard zo'n foto vandaag in de krant zag, denk ik ook niet dat hij nog geweldig goede jaren voor de boeg heeft. Maar tegen dat speelt hij misschien bij Tubize als speler-trainer. En,
Dus ja, net als bij de Rode Duivels is het gewoon geweldig belangrijk inderdaad voor een club als Ajax club, maar zeker voor onze club, dat we zo wat jong gasten. En het voordeel ook bij wat je net zei bij jong gasten, die kunnen bij ons weinig verkeerd doen. Als er die inkomen, dat is gewoon altijd, die worden niet uitgefloot, ook al speel die een slechte match. Oké. Nog iets over 1B en beloften? Of zijn we het daarover eens? Het worden mannen, maar voor de voetballiefhebbers liever. Frederik, zeg het eens, wat komt er nog binnen? Ik denk dat we eigenlijk zo alle vragen momenteel beantwoord hebben. Het zijn binnengekomen. Oké. Als er mensen nog vragen hebben, dan is nu het moment om die te... Ja, absoluut. Ik had nog wel... Ik heb dan ook dingen opgezocht, dus ik vind dan ook dat ik die maar mag delen. Het is wel opvallend dat je... dat is toch waar, hè? Als eerste jaar in eerste klasse hebben wij 44 transfers gedaan, zowel in en uit. En je ziet eigenlijk dat... Dat kan ik eigenlijk bij scherm delen, dat zou het misschien nog beter maken. Ik zal het nog even doen. Oh. Je ziet... Sorry? Doe eerst die vuile pagina's. Ja, inderdaad. Dat is altijd gevaarlijk, Ben. De vuile Excel. Wat ging ik zeggen? Dat je heel goed ziet, ons eerste jaar hebben wij heel veel transferbewegingen. En ons derde jaar onder Beleuni hebben we er maar 26 gedaan. Dus ik vind dat heel mooi om te zien. Zo gaan we dat hier allemaal doen. Oei, nee. Dat gaat hier ontploffen, hè, jongens. Nee, dat gaat hier... Stop, hè. Zien nu goed, hè. Ik ga het dan met cijfers, die moet ik al niet zien. Man, wat gaan we hier zien? Ja. Nee, maar ik vind het zeer ambitieus, dit. Zeer ambitieus. Share screen. Oh ja, ik kan dat niet. Host disabled participant screen sharing. Wat had ik gestegen? En terecht. Man. Ik wou maar zeggen dat je wel heel duidelijk ziet dat door een constante als trainer te hebben, de Laszlo, dat we wel veel minder transfers zijn gaan doen en dat we wel hebben kunnen vaststellen dat de kwaliteit ook wel naar omhoog ging. En met Leko zijn we aan een nieuwe cyclus begonnen, die is dan abrupt onderbroken. Dus ja, het is misschien ook gewoon zien met verkouteren volgend jaar. Welke kant gaan we uit? Welke profielen en spelers komen erbij? En dan gaan we opnieuw zo een golfbeweging hebben dat het naar beneden gaat. Dat wou ik nog even meedeel, dat je dat heel duidelijk ziet, maar jullie zien het dus niet. Ah, nee? Jammer. Kijk, dan is er een muur achter u, de curve. Ja, ze zullen lachen hier thuis. Heb jij toch nog verf staan? Ja, liters. Den Hans wil eigenlijk om me helpen, zegt hem eigenlijk. Nee, ik vraag zelf voor de bouw. Ik moet zelf genoeg schilderen. Dus als er lieve luisteraars zijn die willen komen helpen schilderen, je krijgt een pintje. Ik heb misschien nog wel een hangijzer. Omdat we zeggen, we zijn in een investeringsfase. Maar een investering die we gemaakt hebben, dat is niet alleen Frederik die lijkt op Benson, maar dat is ook de echte Benson. Die heeft ons 3 miljoen gekost. We hebben die nu uitgeleend. Dat was een seizoen dat we 6 miljoen hebben uitgegeven. Ja, hoe verantwoord was die 3 miljoen voor Manuel Benson? Ja, ik denk dat we allemaal wel met onze wenkbrauw hebben gefronst toen we dat bedrag zagen voor Benson. Ik denk dat in de tijd dat we toen ook al beseften van 3 miljoen, dat lijkt toch wel vrij stevig te zijn. Maar misschien kan dat nog wel renderen. Hè? Daar ben ik misschien heel optimistisch in. Maar net voordat hij uitviel, was hij wel goed bezig. Oké, het waren ook maar 3 wedstrijden of zo. En ik weet ook niet wat hem dat zou hebben kunnen doortrekken. Maar het was wel een jonge Belg, waar dat we dringend wel van nodig hadden. Een winger. Dus dat leek me toen, ook al was het vrij stevig, je kon dat wel ergens verklaren. Hebben we dan het geld gewoon door de ruiten weggesmeten? Nee, dat denk ik niet. En die lijkt het nu toch ook vrij goed te doen in Nederland. Ik ben nu wel geen kenner daarin. Maar stel dat je volgend seizoen toch weer met wingers wilt spelen, dan is het toch goed dat je iemand als een Benny erbij hebt. Nee? Benny. Of the money. Ja, maar dat is de vraag, hoe gaan we spelen? Maar dat was ook een uitzending. Wie is volgend jaar coach?
Dat zal, daar zal alles van afhangen. Ah, de Hans Bressing is coach. Hans is coach. Ah, maar echt. Dat zijn persconferentie samen met Richie. Dan wordt je de comedy voor de inkomen vragen. Ja, ik wil dat wel doen. Op voetbalmanager marcheert op. Ik verwijs hier veel naar voetbalmanager. Ja, inderdaad. Ik heb precies geen leven, zeg. Ja, een hak erin. Nee, wel. Tegenwoordig. Zeg, de Richie als T2/speler. Zeg, mannen, kunnen we de Ziggy Sia eens uitnodigen om hem in de podcast mee te doen? Wat wil je hem geven? Dan komt hij bij mij schilderen. Die had mij ook al gestuurd, van als je een extra mening nodig hebt, stuur linksje. Dus we gaan moeten bezig. Daar gaan we eerst een commercieel verdienmodel voor moeten uitwerken, voordat we zulke dingen doen, denk ik. Nee? Oké, we zullen nog één rondje doen. Als er geen vragen meer binnenkomen, dan hebben we wel heel wat topics ook behandeld. We gaan eens een score geven. We zullen zeggen op 10 van de transferpolitiek van Antwerp. Ik ga nog grap een paar cijfers meegeven die dat volledig kunnen beïnvloeden. Dus we hebben 80 inkomende transfers gedaan, 58 uitgaande. Dat is sinds D'Onofrio natuurlijk. We hebben 15 miljoen uitgegeven, 1 miljoen ontvangen. We hebben, even kijken, 25% van onze transfers waren effectieve transfers. We hebben 20% vrije transfers gedaan. Wat bedoelde mee waren effectieve transfers? Ja, waar een geldsom mee gemoeid was. Oké. Inkomend. We hebben 20% vrije transfers gedaan, dus gasten gewoon op, zomaar opgepikt. En dan is er nog een onbekende factor. Van 20% hebben we daar geld voor betaald, of was dat vrij? Wij hebben ook wel 38% van onze spelers vrij laten vertrekken. En dat is gewoon geweest als we dat visueel hadden kunnen zien. Hè? Ja, kijk, dat is, ik zal het nog wel eens proberen. Hè. Nee, het gaat nog altijd niet, spijtig. Anyway, we gaan het gewoon het rondje doen. Hè. De Hans staat bij mij naast mij. Zeg het eens, Hans. Puntje op 10 voor D'Onofrio en transferbeleid. Over alle seizoenen heen. Ja. Tot heden ten dagen. Een 7. Oké. Dylan. Een 8. Pakt een 7,5. En het laatste seizoen een 6. Oké. Vincent. Ja, krijg ik een minuutje? We zullen eerst naar een Bob gaan misschien. Voorbereiding. Ja, doe maar eerst een Bob. Je gaat het eerst tellen. Ja. 6,5. Oké. Frederik, je mag ook een mening hebben. Ja, ik heb voor een 8. Het feit dat we een beker hebben gewonnen, dat we nu tweede staan. Ik dacht dat hem ging zeggen dat we Benson hebben binnengehaald. En Benson, dat is gewoon... De kapper van Benson. Ik denk, ondanks alle fouten dat er zijn gebeurd, of commentaar kunt hebben, heeft hem toch een ploeg dat een beker van Brugge heeft gewonnen. Dus dat zou ik wel de crowdfunding voor een paar miljoen wil bij inzoeken. Oké. Ik durf niet de positieve flow onderbreken, maar ik ga het toch doen. Ik zeg een 5, omdat we staan waar we staan. Maar ik vind het te weinig structureel. En ik vrees als D'Onofrio van de trap valt en die ligt een maand in het ziekenhuis in januari, dan hebben we een heel groot probleem en hebben we niemand om op terug te vallen. De Bosser heeft een lift, hè? Sorry? De Bosser heeft een lift. Ja, maar je zou nog sportief willen doen, Hans. Maar niet zo'n grave lift als de virus, hè. Ik weet niet of dat je de virus volgt op Instagram, maar die heeft een lift met weetjes, hè. Dat is het beste dat er is. De lift met wat? Weetjes. Elke dag een ander weetje. Hoe elke dag op Instagram stories zing ik ontvolgen naar het nieuwe weetje. En wat is het weetje van vandaag? Goeie vraag. Dus dat zeg maar, Hans. Ik zit vergeten. Goeie weetje. Dus dat, ja, dus daar hangt de scherm in, waar dat een weetje op staat. Vandaag is het weetje dat zeeotters elkaars poot vasthouden tijdens het slapen, zodat ze niet wegdrijven van elkaar. Dus het is een kaart in mijn liefde en je trekt dat soort brol binnen elke dag. Ja. Ik denk dat wij het hoogtepunt van de podcast ontdekt hebben. Hè? Dan weten we dat. We hebben ook een titel. Otters houden elkaar vast. Vincent heeft nu al een score gegeven, eigenlijk. Ja, wel. Dus ik heb een 7,5 op 10. Ik kan die ook een beetje zien dat dat komt. Ik heb 3 factoren opgeschreven waar ik punten op geef. Punt 1 is het halen der sportieve doelstellingen. Daar haal ik 4,5 op 5.
Dat is zeer goed. We zijn nog niet kampioen gespeeld, hè? Dus ik verwacht dat elk jaar. Vijf keer, dat zie ik echt niet. Maar de eerder benoemde dingen, de beker en ja, play-off 1, behalve dan dat eerste jaar telkens halen en dat Europese hier dan. Dan het halen der financiële doelstellingen, met dus enerzijds het verdienen van geld en anderzijds het niet te veel uitgeven. Dat is minder, daar geef ik hem 1 op 3. 1 op 3 omdat ik vind dat hij niet met geld gooit. Daar haalt dat, komt dat ene punt vandaan. Die twee speelt hem kwijt omdat er natuurlijk geen geld wordt verdiend. En dan ten derde is het aantrekken van spelers met marketingwaarde. Ik vind dat toch ook belangrijk dat je wat gezicht in je ploeg steekt. En dan denk ik aan Van Damme in het begin en Rafaelen en Mbokani. Ja, dat is ook een manier waarop je club geld verdient en status verwerft. En dus daar heeft hij ook nog 2 punten verdiend. En dat geeft een totaal van 7,5 op 10. Bijaanvand in Iran. Als je nu een commerciële waarde wilt uitdrukken. Wel, kunnen die iets kopen? Er is een handelsverbod. Handelsembargo, hè, dus ja. Loep. Ja. Wacht toch gewoon. De Jérôme ging scouten in Chili en volgend jaar gaat hier de Chileense... Nee, die gaat gewoon met knappe zatte vrouwen terugkomen, heb ik begrepen. Dat is ook scouting, hè. Helemaal prima. Er mag voor mij gescout worden, hè. Als we niets zinnigs meer te vertellen hebben, dan stel ik voor dat onze Facebook Live hier beëindigen. Mensen die gekeken hebben, dikke merci. Dat is hem. Dat is hem. Close up even, Hans. En doe het eens voor, Hans. Hoe zag je dat eruit? Top. Mooi. Hij was er ook bij. Bedankt om te kijken. Bedankt om te luisteren voor mensen die het als achtergrond hadden opstaan. En donderdag zijn we opnieuw met een